Yo, Nintendo fans! Ik ben bezig om de elfenklasse te fixen in Miitopia. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat ik goed bezig ben. We zijn hier en hier. Dat is in de Galapagos-eilanden of zo. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat wij een amulet hebben gevonden. Waar we die hebben gevonden? Ja, als je dat wil weten, moet je even die video checken. Maar we hebben een deur geopend en hopelijk gaan we nu de elfenklasse vinden. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit Miitopia gespeeld. Dus we zijn nu 50, 60 video's verder. En ik vind het hartstikke leuk. Als je dit ook leuk vindt, doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Nou, behalve de vrijdag, want dat is mijn vrijdag. Oh, we moeten tegen neuzen. Ja, wijsneuzen. We hebben loopneuzen al gehad. En nu moeten we tegen wijsneuzen. Die zien er ook wel weer heel grappig uit. Oké, ze maken alleen geen grap. Ik denk, we doen even rustig aan. Maar dit is denk ik de reden waarom jullie zeiden dat we level 35 moeten zijn of zo. Deze gasten maken geen grap, jongen. Deze wijsneuzen. Let's go. Hopelijk maken wij ook geen grap. Hopelijk kunnen wij ze gewoon keihard slopen. Want man, deze wijsneuzen komen opeens stoer doen. Ja, wacht. Strooisel nodig. Ik heb een strooisel. Nee, ik zei dat ik strooisel nodig had. Dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed, Steve. Ik ga je beschermen, vriend. Maar dit gaat niet meer goed komen, denk ik. Eén neusje is weg. Het andere neusje loopt nog. Ja, jij kan ons niet reviven, volgens mij. Dat is een beetje jammer. Oké, ik moet dit even serieus gaan aanpakken. Want deze gasten, die laten geen gras overgroeien. Kijk nou... Oh. Ik ben weer te laat. KK Slider krijgt even een nieuw wapentje van mij. Maar ik denk dat ik KK Slider niet mee moet nemen nu. Ik denk dat hij nog niet goed genoeg is. Steve die wil ook een nieuw outfitje. Dat ga ik maar eens even geven aan Steve. Jongen, je had nu even een nieuwe outfit moeten kopen. Maar ik denk dat ik in plaats van KK Slider toch Red maar even mee moet nemen. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Ik heb wel een beetje het vermoeden dat dit toch nog een beetje te hoog gegrepen is voor ons. De vorige keer ging ik trouwens bovenlangs. Misschien moet ik nu onderlangs gaan. Misschien zitten hier minder sterkere vijanden. Oh, dit zijn UFO's. Dit ziet er ook niet uit alsof ik dit kan vertrouwen. Ik heb mezelf even een schild gegeven om te kijken hoe dit gaat. Oh, ze vreten allemaal HP-bananen. Ja, mijn HP-bananen zijn weg. Nou, dat vind ik op zich niet zo heel erg. Ik hoop dat ik ze wel kan raken. Mario gaat in ieder geval hard. Dan wil ik nu gewoon weten hoeveel pijn hun dat doet. Bijna niks. Ja, jongens. Dit gaat hem denk ik inderdaad nog niet worden. Ik denk dat ik echt nog een stuk sterker moet worden. Ja, daar gaan allemaal HP-bananen, jongen. We kunnen hem ook gewoon niet raken of zo. Of wel? Oh nee, Red die zit HP-bananen terug te stelen. Dat is wat Red aan het doen is. Moet je kijken hoeveel klappen we nodig hebben om ze te slopen, jongen. Nee, dit gaat hem echt niet worden. Ik ben bang dat we hier echt nog niet sterk genoeg voor zijn. Gelukkig vallen ze ons niet echt aan. Ze zitten bijna alleen maar te stelen. Ja, dit wordt toch een hele lastige klus, hoor. Kijk, daar gaan de HP-bananen van Steve. Mario gaat nog even wat spray eroverheen gooien. Ik doe even een orkaantje. Misschien kunnen we deze battle wel winnen. Maar daar blijft het dan ook bij, denk ik. Kijk, de eerste, die is nog steeds niet kapot, joh. Man. Ik dacht dat we de eerste UFO nu wel klaar zouden hebben. Maar nee, hoor. Pak ze, Mario. Ja, de eerste is weg. De tweede is bijna weg. Let's go, Steve. Let's go, Mario. Deze battle kunnen we nog wel winnen, omdat ze ons amper aanvallen, denk ik. Orkaantje. Hij is gewoon nog steeds niet kapot, joh. Dit gevecht duurt gewoon al 5 minuten, volgens mij. Huh? Let's go. Dat. De UFO's zijn weg. Maar ik heb geen vertrouwen in de rest van dit avontuur. Krijgen 7000 punten en 10.000 bonus ervaringspunten. Die zijn dan voor Mario. Maar ja, we moeten nu ongetwijfeld nog een keer gaan battelen. Ik moet weer kiezen, boven of beneden. Ik ga weer voor beneden. Beneden ging beter dan boven. Oké, hier ligt een kissie. Ik maak hem gewoon open. We hebben een game ticket. Komt er nog een battle? Er komt nog een battle. Oh, weer te... Oh, nee. Dit is onmogelijk. Ik ga wel schilden geven aan ons allemaal. En ik ga hyper geven aan Red en aan Steve. En dan gaan we wel zien hoe dit gaat lopen. We worden heel keihard aangevallen door alles. Oh, nee. Dit is onmogelijk om te overleven. Ik moet naar elke beurt kijken of ik strooisel kan fixen, denk ik. Want die loopneuzen die slaan echt keihard. Ze misten nu wel, dus dat was wel relaxed. K
Kijk, dat bedoel ik. Ook de UFO's die beginnen nu gewoon heel hard te slaan. Jemig, dit is echt zo Mission Impossible. Oké, dit doet wel heel veel pijn. En mijn orkaan natuurlijk ook. Nou. Die wijsneus, die zijn wel bijna kapot. Gaat iemand mij helpen? Niemand gaat mij helpen. Waarom helpen jullie mij niet? We helpen ze. Steve helpen we wel. En, oh nee, jongen. Steve, wat doe je nou? Steve ging voor de verkeerde vijand. Die ging voor een UFO. Oké, even Mario wat MP-stroosel geven. En mezelf ook wat MP-stroosel geven. Misschien kunnen we dit toch nog redden. Misschien wel. Ik ga nog niet te hard juichen, maar wie weet. Wie weet lukt dit. We ontwijken de aanvallen. Dat is super nice. Red die begint weer te stelen. Jongen, ga nou niet stelen, jongen. Niet stelen. Kijk, één neus is nu weg. Ik gooi de orkaan eroverheen, dan is die andere neus ook weg. Oh, oh ja. Ja. Let's go, Steve. Let's go. Dan ga ik maar het laatste HP-strooisel gebruiken. Oh, jongens. Misschien moet ik mezelf in de schuilplaats doen even. Oh, of niet. Want Epona wil helpen en hopelijk kan ik nu een goede snuif even doen. Ja, nice. Oh man, deze battles die zijn echt veel te moeilijk. Oh, daar gaan we bijna. We zijn bijna dood. Ik ga denk ik zelf eventjes in de schuilplek. Kijk, top. Dan heb ik HP en MP erbij. Dat was precies de bedoeling en dan kan ik nu misschien even mijn team healen. Hoop ik. Laat me healen. Ah, nee, Mario offert zichzelf op. Ah! Oké, we zijn wel allemaal vet boos nu zo te zien. Kijk, Red die gaat helemaal los. Kijk, ik kan Mario gewoon weer eventjes tot leven wekken. Dat had ook met strooisel gekund, maar ik doe het maar even zo. Oh, lukt het niet? Wat? Huh? Wat gebeurt er allemaal? Heb ik hem niet kunnen opwekken of zo? Wat gebeurt er? Ah! Ik snap het niet meer. Weet je wat? Ik ga dan maar gewoon strooisel gebruiken. Hier het levensstrooisel. Alsjeblieft, Mario. Je bent er weer. Mario gaat gelijk aanvallen. Epona staat klaar. Hoe lang duurt deze battle? Ik heb nog nooit een battle gehad die zo lang duurt, volgens mij. Ja, misschien een boss battle, maar normale battles niet. Maar we hebben het gered. Vraag me niet hoe, maar we hebben het gered. Ik breng Steve even naar het volgende level, naar level 26. En we zijn in de herberg. Wat een bevalling, joh. Tussendoor weer even een nieuw pakkie scoren voor KK-slidertje. Ja, die is hier echt nog niet klaar voor. Wel een vet pakkie, trouwens. Ja, dit is een leuk pakkie. Dit is een leuk pakkie. Nou ben ik heel benieuwd of het mogelijk is dat we de volgende level ook gaan halen. Ik ben een beetje bang dat dit nooit gaat lukken. Ik denk dat dit veel te moeilijk gaat worden. We moeten tegen twee roze woofies. Twee vijanden. Ik hoop dat het te doen is. Steve en Red mogen weer lekker in de hyper. En ik word gewaarschuwd. Bedankt voor de waarschuwing, Steve. Ja, dit is wel echt mijn beste team. Dus als het moet lukken, dan zal het met dit team lukken. Oh nee, ze healen zichzelf. Oh nee. Dat is wel een groot probleem. Let's go, pak ze aan. Kom op, Steve. Geef hem flinke klappen met de pan. Oeh. Ja, kijk. Eén klappie, jongen. En we zijn gewoon weer bijna dood, hè. Kan natuurlijk een schild activeren, maar... Er komt straks nog een battle en ik denk dat we daar harder ons schild nodig hebben. Kijk, ze healen, jongen. Ah! Ja, we hebben de linker roze woef wel bijna down. En dit lijkt iets makkelijker te gaan dan de vorige ronde. Kijk, die is weg. Nu die andere nog. Pak hem, Steve. Ja, die is ook weg. Lekker. Oké, kijk. En we krijgen hier wel echt superveel XP. Dus Mario gaat nu ook naar level 26. Wat gaan we nu krijgen? Een rode draak. Ik denk dat ik gewoon iedereen nu even een schild ga geven. Ik ben bang. Ik ben serieus bang voor deze rode draak met drie ogen. Oh, kijk, daar gaan we al. Ik ben wel blij dat hij zich op mij focuste in ieder geval. Ik kan nog wel een klapje hebben. Maar als hij iemand anders twee klappen geeft, dan is diegene denk ik gelijk dood. Oké, we gaan allemaal Red helpen. Ja, nice. Oké, Steve wordt geholpen door Mario. Nee, Mario deed gewoon een aanval. Ik moet hierna even... Oké, laat maar. Wat gebeurde hier? Wat gebeurde hier? Jeetje, man. Steve krijgt hyper en Steve krijgt een schild. Ja, deze draak kunnen we niet... Ik weet niet, man. Even kijken naar zijn status. Even kijken. Oh, nee. Steve begint zich ook weer op te offeren. Oh, hij is wel bijna dood. Oké. Als we flink gas gaan geven, dan kunnen we hem misschien toch nog wel verslaan. Ik ben wel woedend. Ik kan alleen niet kiezen wat ik wil doen. Ik ga wel zelf me straks even healen met strooisel, denk ik. Als het kan, als het mag... Als ik iets mag doen. Dit is te spannend. We moeten aanvallen. Pak hem. Pak die draak. Ah, nee. Kom op, Red. Ah. Steve is dood. En ik ben ook dood. No. Maar we hebben de heropleving. Mario is terug.
Op een of andere manier. En Red is er ook nog. Oh shit, jongen. Hun moeten het gewoon fixen, hoor. Kom op Epona. Kom op. Kill de draak. Ja! Woe! Nu is het te hopen dat we hierna geen battle meer hebben, maar dat we nu de herberg hebben. Jemig. Oh, wat een battle, man. Red gaat ondertussen ook naar leveltje 26. Als ik nu nog een battle heb en geen herberg, dan hebben we een probleem. Dat gaan we nooit redden. Wat gebeurt er hier? We hebben het over een tomaat die we zien. Oh, het is Red. Oh, we zijn gekrompen. Wat is er gebeurd? Oh, het was allemaal maar een droom van Mario. Alsjeblieft. Herberg. Ja! Oh, dit was echt zo close. Ik ga mezelf nu gewoon even een nieuwe outfit geven. Ik voel dat ik het nodig heb. Een lotusbloemetje. Oh, die hebben we niet in het geel. Nee joh. Nou, dan wordt het deze oranje outfit. Gaat het ook lukken om de derde battle hier te doen? Ja, ik snap nu wel dat jullie zeggen dat we hier level 35 voor moeten zijn. Want man, wat zijn dit heftige battles. Oké, daar gaan we weer. We moeten nu tegen twee vogels. Twee zwarte harpies. En natuurlijk laat ik er weer twee gewoon lekker hyperen. Oh man, maar die doen zoveel pijn. Gelukkig heeft die andere wel gemist. Hopelijk kunnen we deze herpes gewoon best wel snel kapot maken. Het ziet er wel naar uit dat ze redelijk wat HP hebben. We moeten elkaar helpen, jongens. We moeten elkaar meer helpen, anders gaat dit nooit lukken. Een of andere manier zit dus de hele tijd Mario te targeten. Oké, de volgende harpy, wat gaat die doen? Die gaat voor Steve. Misschien moet ik me hier gewoon focussen op healen eigenlijk. Op die manier houden we natuurlijk wel gewoon de strooisel over. Ja, alleen als ik dan kan aanvallen, ja, dan moet ik dat natuurlijk ook wel doen met Epona. Niet zo'n hele sterke aanval met Epona. Dat is een probleem. Steve gaat... Nee, Steve gaat niet koken. Ik dacht dat Steve voor zichzelf zou gaan koken, maar die gaat niet koken. Oh, man. Red begint ruzie te maken. Oh, jongen. Dat kan ik echt zo niet gebruiken nu. Roep verwarde vrienden weer tot de orde. Kijk, dan nu is... Red gewoon weer oké, gelukkig. Oh, ik word weggeblazen. Nou, jullie kunnen dit wel zonder mij, denk ik, toch, jongens? Ja, nice. Maar nu komt waarschijnlijk weer een hele moeilijke battle. Ik ga even de bonuspunten aan mezelf geven, want dan ga ik naar level 34. Dan ben ik in ieder geval bijna die level 35. En nu? Komt er nu weer een zieke draak of zo? Oké, het zijn boterhammen, sandwiches. Ik ga iedereen eventjes een schildje geven. En dan gaan we wel zien wat er gebeurt. Ik hoop dat dit de goede keuze is. Ik weet het niet. De sandwiches die delen in ieder geval gelijk lekker klapjes uit. Ja, oké, ze gaan hard. Ze gaan lekker. Ik denk dat ik me lekker ga focussen op healen. Ja, of ik geef gewoon... Nee, ik ga toch MP-strooisel of HP-strooisel geven. Ik wil toch nog eerst in het begin even aanvallen. Let's go, Mario. Oh, waarom doe je niet je superaanval, Mario? Potverdorie, Mario. Je laat me een beetje zitten nu. Oké, ik ga ze wel verbranden. Steve, pak ze. 172 HP. Oh, ja, daar gaan we. Ik moet nu wel strooisel gaan gebruiken. Anders gaat het niet goed komen. Want kijk, ze zijn gelijk nog een keer aan de beurt natuurlijk. Ja, oké. Nu kan ik hierna gaan healen. Dus dat gaan we straks ook gewoon doen. Let's go. Mega bloembad. En als het goed is, is iedereen dan weer vol. Nice. Steve en ik worden betere matties. Ja, level 32. Oh, zieke bezoek. Oh, sick. Oké. Jeetje, maar die ze blijven doorgaan, joh. Nu moet ik wel healen. Nee. Ik hoef geen strooisel te gebruiken. Nee. Ik hoef geen strooisel te gebruiken. Jullie moeten gewoon aanvallen. Ik ga jullie healen. Nee, geen bananen, jongen. Ik ga jullie healen. Let's go. Kijk, ik ga gewoon zorgen dat jullie weer full HP zijn, jongen. Dan kunnen jullie lekker aanvallen. Kom op, Steve. Pak hem met je pan. Hak hem in de pan. Oh, nee, nu... Oh, ja. Dit is een beetje jammer. Mario is kapot. Het is toch wel spannend, dit. Hopelijk komt er hierna geen derde battle. Dat hoop ik heel erg. Lekker, Mario. Zou ik ze af kunnen maken met een aanval? Nee. Misschien wel één van de twee. Ik ga sowieso wel aanvallen. Ah, jammer. Oké, Red. Nee, je moest die andere targeten, Red. Steve, nee. Zorg er nou voor dat eentje down gaat, jongens. Kom op. Dit is zo niet handig, jongens. Die middelste, die had al lang down kunnen zijn. Ja, nu is die wel down. Het is wel jammer dat je medereizigers niet iets meer kan sturen of zo. Want dan zou het nog beter gaan. Nu hebben we een paar onnodige tikken gekregen. Oké, Steve, jij krijgt 13.000 extra bonuspunten. Jij gaat naar level 27 en dan hoop ik dat er nu geen battle meer is. Ja, het is allemaal leuk dat je me een complimentje geeft, Steve. Maar ik wil gewoon een herberg. Nee! Oh, dan gaan we dit niet meer redden, jongens.
Dit gaan we niet meer redden. Ik heb nog één hyperstrooisel. Ik heb nog één schild. En ik heb niet zoveel HP-strooisel meer over. Ik heb nog wel veel MP-strooisel over. Dus dat is top. Kan ik Mario weer even helemaal volmaken? Ja, ik weet niet. Die schuilplaats, of ik die nu heel goed kan gebruiken. Nou ja, we gaan het wel zien. We moeten ze gaan aanvallen. Kom op, Mario. Iemand, iets. Doe iets goeds. Oh, Mario is aan het lachen. Ik ben ook aan het lachen. Oh, iedereen is aan het lachen. Ja, top dit. Ik ga even de schuilplek in. En dan gaan ze ons nu aanvallen. Ja, dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Oh, Steve. Oh my god. Ik drukte één keer een verkeerde knop. Eén keer de verkeerde knop, jongens. Heb ik nog een revive strooiseltje? Nee. Oh, jongens, dit was een probleem. Dit is een groot probleem. Kom op, Mario. Maak ze nou kapot, jongen. Ga nou aanvallen of zo. Ah, kijk, kijk, dat is top. Ik ben weer normaal. Misschien kan ik dan Steve weer tot leven wekken straks. Levensdouw, kom op. Maar duurt dat dan? Nee, kijk, kijk, daar is die. Nee, het lukt niet. Waarom lukt het nou niet? Oh, nee. Dat is niet oké. Oké, kom op, Red. Ik hoop dat deze gewoon niet zo heel veel HP hebben, want ze zijn wel heel irritant. Kijk, Mario die heeft wel echt een supergoeie aanval. Ik wil even weten hoeveel HP ze nog hebben. Ah, nee. Ik denk niet dat we dit kunnen redden, joh. Of we moeten een hele goede snuifaanval doen nu. Ik ga even mezelf denk ik in de schuilplaats zetten. Dan ga ik in ieder geval niet dood. Zolang zij aan de beurt zijn. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nieuwe schuilplek. Mario in de schuilplek. Mario is weer vol. Nice. Ja, als we dit tactisch een beetje spelen, dan zou het misschien toch nog kunnen. Maar ik wil gewoon heel graag dat Steve weer terugkomt. Steve, kom terug. Alsjeblieft. Ja, hij is er weer. En gelijk in de schuilplek. Lekker. Oké, okay, nice. Steve is weer oké. Okay. Lekker gedaan, Mario. Nu moet Red even in de schuilplek. Mag ik? Nou, ik wil naar mijn schuil... Oh, wacht. Red is weg. Oké, okay, dan ga ik nu in de schuilplek. Come on, guys. Come on, guys. Pak ze aan. Lekker snuiven. Oké, ik ben er weer, soort van. Ja, kijk, en Epona en ik zijn ook matties geworden. Ja, die helpt me eventjes. Die herstelt me extra. Gaat dit lukken? Als dit lukt, dat zou ik al super sick vinden. Nee! Steve! Ah, nee! Ja! De relatie van Mario en Steve gaat omhoog, waardoor ze allebei weer full HP zijn. Ze waren allebei bijna dood. Och. Dit is echt zoveel geluk. Oké, oké, oké. Steve begint te lachen. Die moet dus even naar de schuilplek. Die moet even herstellen. Terwijl eigenlijk Red ook naar de schuilplek moet. Want die is ook bijna dood. Oké, ik ga een orkaan doen. Niemand helpt me. Dat is jammer. Steve is er weer klaar voor. Dat is top, want dan kan Steve er hier naartoe. En dan kan even Red naar de schuilplek. Oh, spannend. Alle aanvallen van de tegenstanders. Ah! Ik moet nu toch even Red en Mario wisselen, denk ik. Want Mario is echt heel bijna dood. Ah, ze vallen mij ook aan. Oké, Mario is beter. Top. Mario is helemaal beter, want wordt ook geholpen door Epona. Nice. Dan gaat nu Red naar de schuilplek. Die heeft namelijk net aangevallen. En dan ga ik de orkaan doen. En dan gaan we in ieder geval één van die schedelpakjes gaan we uitschakelen. Kijk, de linker is kapot. Nice. Heel nice. Steve gaat ook hard aanvallen. De tweede is ook kapot. Oh, zal dit alsnog gaan lukken gewoon? Dat zou ik wel heel sick vinden. Mario gaat de derde aanvallen. En die is ook weg. Holy moly. Oké, ik had niet verwacht dat dit gaat lukken. Oh man, dit lukt gewoon. Mario gaat naar level 27. We hebben de schuilplek echt super goed gebruikt in dit gevecht. En er komt nog een battle. Nee, dit is pas de baas. Ik dacht dat we er waren. Oké, Steve, jij mag beginnen in de schuilplek, jongen. Ik heb amper strooisel. Ik heb alleen nog wat MP strooisel. En that's it. We gaan het maar gewoon proberen. Ja, ik denk niet dat we dit kunnen gaan fixen. Nee, ik ben al dood. En Red is al dood. Alleen Mario is er nog. En Steve in de schuilplek. Steve is wel weer ready nu. Misschien dat Steve ons kan reviven? Ik weet niet of Steve een ability heeft waarmee hij ons kan reviven. Even kijken. Hij gaat een nieuwe vaardigheid doen. En daarmee... Wat doet hij daarmee? Gaat hij zichzelf healen? Oké. Ja.
Hier zijn we simpelweg nog niet sterk genoeg voor. Hiervoor moeten we onszelf echt nog trainen, want hij one-shot ons gelijk kapot. Nou, dat betekent dat ik de komende tijd even flink moet gaan trainen, jongens. Want ik wil dit natuurlijk wel gewoon gaan halen. En ik denk dat ik jullie tip op moet volgen dat ik minimaal level 35 moet zijn, dus dat duurt nog wel even. Jongens, ik heb duimpjes nodig voor de support. Ik heb nieuwe abonnees nodig voor de support. Laten we kijken of we binnenkort die 60.000 abonnees kunnen halen. Dat zou echt super tof zijn. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Ah, net niet gehaald. Mazzel.